We gaan voor tenminste 5 zetels en regeermacht. Woorden van Joyce Williams, gewezen minister van Arbeid en nu de nieuwe voorzitter van de politieke partij, de SPA. Williams is zondag in het partijcentrum aan de Fred Derbystraat bij enkele kandidaatstelling gekozen. Er was maar 1 lijst ingediend. Williams neemt de roer over van Gino Kastelen, die de partij 15 jaar lang geleid heeft. Zo lees ik maar weer de soep Gino Kastelen vrij. Mijn broek komt om te lang hangen. Zo lees ik voor begin takkie weer. Zo lees ik de wees dom beredeneer was aan ja. We vullen elkaar aan. Dus mijn sap pak zo lees ik voor weer een soep vrij. Maar brada, zo lees ik voor skopa soepuru. Want mijn vent takkane fit niet. Ik ben Kastelen niet. Zo lees ik. Pebrada Kastelen bo korkori, u kan de mino korkori. Kan de te eng ati bo brongba, me laf la fete. Maar, waar het om gaat, is dat wij in eenheid, in harmonie, als bestuur gezamenlijk, met uw structuren, gaan voor de doelen. En een van de eerste doelen, behalve de opdracht doen, ja voorzitter, na de verkiezing voor 2025 en we gaan voor zetels. We gaan voor zetels. Want if you are going naar verkiezing en je vindt dat in een zetel of je dan de gedesie, dan go. Ga niet. We gaan voor zetels en we gaan voor regeermacht. We gaan voor regeermacht. Omdat die praxeer boem. Mita ik ma mi de trafasi. Want, mo kota wantori ifa. If na ondro mi leiding, joko leg mi uit. Tak famir man drong. We na kan ga foru wiri dai bai tu helikopter aan a staat moni. Die vervoeru. Ano gebeur! Daar heb je bewezen, notabene! Oesref heeft ik den bewezen, lever ter bestemde plekken, schrotto alla goddams na die vervoeren. Het gaat niet gebeuren. En wanneer het gebeurt, dat je leg me uit, dat me de sandis nam gwa pers na famir man tori im na kanga foru wiri. Hoe dan? Je bent een politieke organisatie, je bent van samenleving, zo te familie. Je bent van die samenleving, want je gaat voor zetels om in het bestuur te zitten, om het land te leiden, om de natie te leiden. En alle rijkdommen van de natie is van het volk. Het is van niemand in persoon. Naa, mi, you, alles ma abamon. Want trasani, kosmi komba katapatori fa. Regering, ja in aparte, uno neme klouse belofte di uno kankona. Dus jou ne belo prado. En brother Wayne, of brother Lloyd of Sisa Marsha. Omen stewa van Oudu voor een zetel. En nog 5800 nog. We even moesten bij 5800 prado. Een braasfabriek schrijft nog maar lever den juno. Maar sa uwani te ontek praten in wa regering is dat we er naartoe werken dat mensen een bestaan hebben. Lekpa brada Dennis Bentaki, je moet niet werken om armer te worden. Je moet werken om je eigen geld te verdienen. En als je een prado wil rijden, dan rij je je eigen prado. Maar wij, hier binnen die partij, we kunnen je geen prado beloven.
Vanaf al moet je schrijven bij de invoerrechter. Nou, hoe dan? Met je spotten, man. Dus, Brother Kuno, als een ervaren spreker, had me gezegd, die snap je, hij heeft blaadje die zie. Is hem niet looking? Mij nog een tijd die pepa speech met je. Dus no more suku. Mij nog een tijd die pepa speech met je. Maar kom je, met pek wat visie op je, ook weer van de periode toen ik werd voorgedragen en ik het roer mocht overnemen op arbeid. Dat de partij het vertrouwen in me had. Misschien delen van die samenleving niet, misschien delen van die partij ook niet. Ze vonden me jong, onervaren. Maar ik mag zeggen dat ik een excellente job heb gedaan. Ik heb een excellente job gedaan en ik heb het niet alleen gedaan. Alla Juruwe, tak, partij. Maar ik heb ontzettend goede ondersteuning gehad van de medewerkers van arbeid, ATM toen. Ik heb ontzettend goed gebruik kunnen maken van mijn referentiekader met Johan Vins Donja, Brada Hedwig. Want Theus Donanga Wansani, je moest maar abisma die kan belde actietak, maar akies die zie. Wij denken. Ik heb ontzettend goed gebruik kunnen maken van onze partijgenoten die op het ministerie aanwezig waren. Ik heb ontzettend goed gebruik kunnen maken van partijgenoten hier binnen. Ik heb ontzettend goed gebruik kunnen maken van mensen buiten de partij, buiten Suriname. Samiwan taknanga dati. Manager aan een optelsommetje. A omstandigheid oleri fa imus go om. En het is een kwestie brada babo itaking en met teken ter harte voor het geval bij wan verjiti sakafasi mu di krosi fu yusching amu de krosi fu yusching epi de van plan fu dwen trafasi. Gelukkig heb ik het bij arbeid, heb ik stage gelopen of kuta kenso. Dus na een uitdaging die zie, ben ik ervan overtuigd dat ik samen met u allen, we gaan de verkiezingen in, we weten dat het niet makkelijk zal zijn, we komen van een achterstand, we gaan hard moeten werken, dus ik heb u allen nodig en u allen moet nog meer mensen aanwerven, nog meer leden, nog meer sympathisanten. En we willen in de statuten ook nadenken over mensen die geen Surinamers zijn, die wel willen toetreden tot de partij. En voor Clara Tori, dat zijn ze ook welkom. Zij de Mickey, en ook brokken passie edere, om vind wawang, dat uwango in de regering. Maar het valt op dat sommige wegen, en in dat opzicht, Solisi, je praxeert dat niet prettig, dat met die onder president Venetiaan. Nanga Masrasarjo. Zo'n passie na 50 jaar in deze mannen lukudere. Me doe me pje hustle business, dus me boro in alle soort passie. Jongen, me tagado dansje van wajif me. Want ik pje alleen kon. Awage nak zo babam. Me vier en jawagi. Heeft u dat ook? Je praxeert dat san broko san naki san fouda pa ondrosi. En dan gaan politieke organisaties naar diezelfde buurten waar ze langer dan 15 jaar niets hebben gedaan en dan vragen ze van nog een kans. En dan zeggen ze mi want misranam baka fudu san. Is dat grapje, hè? Lachen jullie met me mee? Hoe waarom lachen jullie man? Is dat grapje? Wat denk je wel? En het is belangrijk dat we deelnemen aan die verkiezingen. Dat we er alles aan doen. En anders zo
you inspanning your chima van nodig. Te wakang a collecte tas. Im deberate, want as ee bang afu, dat nacht so alaladim abit store de. Uno tak trasanete. En iedereen die verkiezingen heeft meegemaakt, weet hoe duur een verkiezing is voor een partij. Ja, adili ontzettend, maar we trekken kans. En we doen best. En bij deze, iedereen die vindt dat de SPA, want voorzitter, ik kot me die takkie, unom kaarde wapen feiten en unom takkie opgebouwd, want anno dat die wij met haar partij. Best kriefen dat weer, hè. Maar if you feel niet dat SPA e verdien wan kans, voel tek praten in wan regering, jip secondre, u bent welkom om uw bijdrage te leveren. Senioren van dit land, u bent welkom. We hebben straks een seniorenraad binnen onze statuten voor u. We hebben voor niet-Surinamers aspirant lidmaatschap. Donoren die op een eerlijke manier hun geld verdienen. U bent welkom. Want je zei het toch? Of we geven toe of niet, er wordt in Suriname veelal nog etnisch gestemd. En je zou blokvorming zijn in de plaats toch? If a maktine de ja, a de ja. Tef ook ba, a toe groep epetang a de srepi. A geers leki, tra groep no de na kondre, a geers leki, algemeen belang no de. Dus we actie a samenleving, SPA e kon bewust omdat die un fini, dat hij een praat des ding van Tjinsomoro Bradi. Zodat hij evenwicht deed. En maakt hij nog de geconcentreerd ja. En maakt hij nog de geconcentreerd ja. Bovendien, dat hebben we altijd gezegd en tegengestreden. Etnische verstuiling. Want if one partij, dan een etnische basis, abi wang bepaald ministerie, dat haar ministerie dat op een bepaalde kleur. Meestal ook in de top. En dat werkt vriendjespolitiek, friends and family politiek, patronage zo je het wilt noemen. Corruptie werkt het in de hand. Want van meer man dronen aan voor u weer de mnaking. Dus niemand zegt wat. We actie aan samenleving, we actie aan bevolking. De SPA is kom. Een praat de sting en een GSPA. If we vind dat je een jongerlijk wang, we zijn ook tevreden met vijf. We willen die vijf ook. En als we die vijf hebben, moet u niet denken dat we alleen maar het ministerie van Arbeid kunnen beheren. We doen het vol garen en vol liefde. Maar tegen dat die SPA, Surinaamse Partij van de Arbeid, dat is maar wat ik uitpak, maar we komen terug naar stem doen. Maar een bus die ik op de heilige weg, een ordering voor een openbaar vervoer, is tot stand gekomen bijna 25 jaar terug, toen Kastelan minister was van TCT. En dat doen die wat specifiek rokkenman. Dat doen die als Surinaamse samenleving. Zeker tot 10 jaar terug. De man belegt me uit naar luchtvaartdienst. Een apparatuur naar zijn webroko. Ten aan een webroko naar apparatuur. Zat kastelen bij Sorbo. Uit financieringsbronnen. Isa leren we ook weer. Van je geschoedeel sinds dat hij. Abaya apparatuur. A sorgu taka train a personeel voelen voor dienst. A sorgu taka met airstrips in a binnenland. A met trouwen begaan. En mi de zeker taka no bemek de met een bepaald doel voor illegale droppings. Dat was absoluut niet zijn bedoeling. A bemek de voor ontsluit a binnenland. A bemek je takwa sani telefonie. Suma ben gota pa bergi, ano yanga misi marsha?
Bogota eerste mars. En hoeveel jaar terug was dat, zuster? Bijna 25 jaar, ik heb het voor je uitgerekend. Vandaag de dag zitten we in Paramaribo. We appen, we bellen, we tiktokken. Overal met de wereld. En als je geen visie hebt, als je geen visionair bent, als je geen nationalist bent, dan begrijp je niet dat je ontwikkeling moet brengen. Van die Kerry tot Marowijne. Overal in het land moet je de ontwikkeling brengen. En dat heeft niets te maken met wat zijn Brokkemanpartij, alleen voor mensen in loondienst. Dat zijn we niet. We zijn er ook voor mensen die niet pangen, ja. Daar ben je een kleine zelfstandige. We zijn er ook, if you're een landbouwer, dat zijn we er ook voor je. Want om look if je gebruikt ook de juiste chemicaliën. Want die noemt Chira samenleving. Die maakt een pakket pakket groente wakaseri. Naar Chiroen. Om zorg of dat. We moeten beleid maken. We moeten het land ontwikkelen. We moeten burgers zelfstandig maken. We moeten ze de gelegenheid geven om voor zichzelf en hun kinderen te werken. We moeten ze de gelegenheid geven om in Suriname te willen blijven. Want ze vertrekken nu massaal. Ze vertrekken. Sommigen spartelen, sommigen verdrinken al en dan zeggen ze, ik ga nog liever weg dan dat ik hier verdrink. En dat zijn de zaken waar wij als politieke organisatie voor staan. En dat zijn de zaken waarvoor we zullen vechten.